De smartphone is niet meer weg te denken. We gebruiken hem niet enkel als telefoon, maar ook als GPS, agenda, om onze mails of onze sociale media na te kijken. Hij geeft ons geen minuut rust, ook niet als we aan het rijden zijn. En dat is zeer afleidend. Gebruikt u de gsm in de auto? Nee, gebruik ik niet. Helemaal niet? Nee. We zijn meer 100% gefocust op de baan en dat heeft invloed op uw rijgedrag. Ik denk dat dat gewoon een ingesteldheid is die je moet aangaan van ik gebruik hem niet. Is het u al opgevallen dat mensen soms wel de gsm gebruiken? Helaas wel en dat stoort me enorm eerlijk gezegd. Dan zie je dus voor je een auto rijden die niet doorrijdt of een beetje naar rechts gaat en dan rij je er langs op en dan zie je dus dat ze dus met die telefoon bezig zijn. Het is opvallend hoe je vandaag de dag de mensen ziet. Zigzaggen zelfs op de weg omwille van het gsm-gebruik. Alhoewel mensen zich ervan bewust zijn dat het gsm-gebruik wel degelijk een gevaar vormt op de baan, blijken er toch nog wel problemen te zijn. Laten we eens gaan kijken samen met de wegpolitie van Bertem. De norm dat we u uit het verkeer hebben gehaald, dat is naar aanleiding van uw rijgedrag. Wanneer we dan naast u kwamen rijden, konden we duidelijk vaststellen dat u gebruik aan het maken was van een gsm die u in de hand hield. Bent u zich daarvan bewust? Absoluut. Volledig fout. Volledig in fout gegaan. De gsm moet hier van voor niet liggen. Die moet in mijn koffer steken, dat ik aan de verleiding kan verstaan om snel mensen te antwoorden. We mogen intercepteren voor het vehicle. Parce que vous étiez très proche. Train de relais contre un camion. Quelle est votre réaction là-dessus? C'est inconscient, donc voilà, j'aurais pas dû le prendre en main mon téléphone parce que j'ai dit j'ai une oreillette, mais comme elle a coupé, voilà. C'est déconseillé de prendre son téléphone en roulant parce que sur 2-3 secondes on peut avoir un accident et ça peut être grave. Je sais que c'est dangereux et que je sais que malgré que j'ai acquis de main libre au téléphone, etc. Mais voilà, là c'était sur ma boîte mail, je sais que c'est pas à faire non plus, mais voilà. Vous m'avez bien eu avec votre caméra. Werner, tijdens een politiecontrole hebben we gemerkt dat veel bestuurders nog altijd de gsm gebruiken. Campagne voeren blijft dus noodzakelijk? Campagne voeren blijft inderdaad noodzakelijk, omdat zowat 2 op de 3 Vlamingen toegeven dat ze recent nog een smartphone hebben gebruikt in de wagen. En 80% van de mensen die zeggen dat ze dat veel minder zouden willen gaan doen. En de ideale oplossing daarvoor is in automodus gaan. Nu, in automodus gaan, dat kun je op 3 verschillende manieren. Door je smartphone op stil te zetten, door je smartphone in het handschoenvakje weg te bergen bijvoorbeeld, of nog door de niet-storen functie van je smartphone in te schakelen. En wij starten met een campagne die mensen aanspoort om in automodus te gaan en ook nog uitlegt op welke manieren je in automodus kunt gaan. Die campagne bestaat uit affiches, maar ook uit radiospotjes en berichten via sociale media. En daarvoor werken we samen met alle gsm-operatoren in Vlaanderen. Oh, dag smartphone-gebruiker. Il y a de fortes chances que vous regardiez cette vidéo sur votre smartphone. We can't even imagine our lives without them anymore. Maar toegegeven, soms zijn ze gewoon een en al afleiding. 17 meldingen sinds het begin van deze video. Ça distrait vraiment. Especially when you're driving your car. Want daar is elke seconde die je op je smartphone kijkt 1 seconde te veel. Als CEO's en vooral als mensen willen wij een statement maken. En daarom beloof ik. En ik. En I. En moi aussi. Om altijd in automodus te gaan voor ik rij. It's the only way to stay focused on the road at all times. Vous aussi. Passez en automodus. 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 Ga ook in automodus voor je rijdt. Want dat kan je leven redden. Eén fractie van onoplettendheid kan het verschil maken tussen leven en dood van die voetganger of die fietser die je net niet zag. Je hoeft niet altijd en overal bereikbaar te zijn. Ga over op de stressloze automodus. Makkelijk in te stellen en zo hoef je geen boetes te tellen.